Ik moet zo meteen weg en ik moet bloed laten prikken. Dan zit ik daar te eten en ik mag alleen naar me toe kijken, want ik moet nuchter zijn. Ja, en ik heb toch zin in koffie. Ja, lieve vrienden, het is vandaag woensdag en het is de 29e januari en ik leef, wij leven om 10:26. Ik moet zo meteen weg, ik moet bloed laten prikken. Dan zit ik daar te eten en ik mag alleen naar me toe kijken, want ik moet nuchter zijn. Ja, en ik heb toch zin in koffie. Kan al zit achter de deur te eten. Ja, niet achter die deur, want dat is de kastdeur, maar achter die deur. Dus ja, maar die zat, hoorde ik alweer janken. Dus ja, niks aan te doen. Laat me janken hoor. Hier kan er niks aan doen. Of Rijka loopt er bij weg. Ik ben benieuwd wat die ervan gegeten heeft. Grote meid, ze heeft een gat ingeslagen. Hé? Waar is het lekker, wijfie? Waar is het lekker? Daar blijft me vanaf. Dat is een leeuwin. Die heeft niet zoveel honger. Die laat staan. Ze zijn er ook. Nou ja, zo aan de kant. Gaan we doen? Wil je spelen? Hé, wil je spelen? Nou, en vandaag is de container weer geleeg, de grijze. Maar normaal gesproken wordt die altijd bij mij poort teruggezet. Wat denk je nou? Nee. Toen gewoon weer op de plek waar ze moeten staan voordat ze geleegd worden. En dan ook nog achteraan. Dus ik kon zagen, zit het anders met één hand. Ja, ik heb mijn andere hand bezet met een stok. Dus ja, waarom? Het is mijn raadsel. Ik zal ze toch weer eens eventjes aansporen om het wel te doen. Want ik krijg het amper voor elkaar. Ja. Maar oké, ik zal mijn koopproeven van de stroom afhalen. Die staat aan de lader, is ook niet meer nodig. Maar die neem ik niet mee hoor. Nee. Dat, naar de dokter toe, bij de dokter, maar tenminste naar de dokter toe. Ja, naar de praktijk. Nou, dat weten jullie ook al. Dat heb ik bedoeld van de zomer nog wel weer eens een keer. Maar in ieder geval, nou even niet. Ik wil, het is iedere keer slecht weer. Het stormt hard en ja. Je moet je hoofd overal bijhouden en niet alleen bij de koper. Het is houden een keer, ik moet op mijn stuur hangen. Ja! Ik kreeg al amper de poort open, zoveel wind staat erop. Nee, dat doet er niet toe. We gaan er gewoon weer voor zometeen. Ik ga me klaarmaken, want anders toch. Rijka eet verder in, dat ze neemt daarmee naartoe. Ja, die moet alleen nog blijven. Televisie aan, geluidharder, die ik nou uit, het geluid. En dus zal ze toch weer alleen nog moeten doen. En ja, ik neem mijn mobieltje mee. En dan komt het allemaal wel goed. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag en ik zou zeggen tot straks wanneer ik weer terug ben van bloed prikken. En ik vraag wel om een andere assistent, want ik had vorige keer een hele blauwe arm. Dat wil ik niet meer hebben. Ja, meer dan een week pijn, dus dat wil ik niet. Nou, ik zou zeggen tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben al ongeveer ruim een half uur thuis. Hooguit 3 kwartier. Rijka die was niet lief, die heeft een aantal keren geschreeuwd en gebruld en gejankt, dat wil je niet weten.
Ik heb een prikje gekregen in mijn armpie. Maar het is maar een klein plekje hoor. Het is wel te zien, maar... Als daar maar bij blijft, ja. Ik ben nou wat beroerd omdat ik nuchter moest verschijnen, maar ik moest op mijn maagtablet nog innemen. Dat mocht dus ook vanochtend niet. En die heb ik, moet ik een half uur voordat ik iets ga nuttigen, moet ik die innemen. Anders helpt het niet. Dus dat thuis kwam, heb ik dat als eerste gedaan, dat ik mijn jas zeker uit had. Ben ik weer naar boven gevlogen en maagtablet ingenomen. En dan heb ik net een bak koffie gemaakt en ik ga een broodje klaarmaken. En dan gaan we even eten en ik duik nog eventjes een uurtje à twee mijn bedje weer terug in, want ik ben geradbraakt. Want ik heb ook maar weer een korte nacht gehad, kon slecht in slaap komen. Bang dat ik me zou verslapen, heb ik ook wel eens op. Ben ik bang om me te verslapen en dan durf ik niet te slapen en uiteindelijk val je toch in slaap. Maar gelukkig word je dan toch wel weer wakker. Er eentje weer te hengelen naar water en dat is meneertje Kandel. Die mag altijd graag hengelen. Altijd een leuk gezicht. En ja, en vanmiddag even nog met Rijka lopen en doen. Ik zal er straks weer even aanhalen, want ja, boos blijven, tenminste negeren. Ik negeer er. En ja, dat moet je niet blijven doen natuurlijk. Want, dat vind ik ook weer niet nodig. En even mijn spelletje bijwerken. En dan doe ik lekker met eten. Ik was er al mee bezig. En dan ga ik zo meteen eten. En als ik dan weer uit bed vandaan kom, dan zien jullie me wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik zet maar weer even in de keuken, want het wordt denk ik maar weer donkerder erop. Dus ja, dat is ook niet leuk. Nee. En ja, Rijke die staat links naast me, Kandel die loopt een beetje te dralen. Eeuwen, dat weet ik niet, die zie ik niet. Maar ik heb koffie staan en ik ga mijn koffie straks nuttigen, want dat wordt nog heet. En dan ga ik met Rijka lopen, want dat kon er net niet, want ik kreeg het telefoon van Karin. Dus het liep eventjes anders dan anders. Dus ja, even dat aangehoord. Ze had een nieuwe oppasadres, daar is ze heen geweest. Dus helemaal leuk en geweldig. Ja. En ik ben weer trots erop. Ja hoor, gaat allemaal goed komen. Maar in ieder geval, wij zijn dus weer uit bed. En nou ja, zometeen wil ik er eventjes met de frisse neus gaan halen in de buitenlucht. Kijken hoe we dat weer ervaren. En ik moet nog weer een vlog in elkaar zetten. Dat ja. Als je naar bed toe gaat, kom je daar ook niet aan toe om dat nog te doen. Nee, maar ik moest wel naar bed, want ik had het nodig, maar ja. Ik had zelf een half uurtje extra nodig, want om 4 uur ging de wekker, ik mis mijn alarm. En dan kwam om tegen 4:30 kwam ik eruit. Ja. Nou, maakt niet uit, het is mijn ding. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Als je 's nachts bijna niet kan slapen, door wat voor probleem dan ook. Dat je naar het plafond legt te staren en schaapjes moet gaan tellen of weet ik veel wat. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. En ja, je moet toch je slaap hebben. Dus dan neem je overdag even weer een uurtje extra of zo. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Mits ik het vol kan houden, want dat gebeurt ook wel eens. En dan ga ik niet terug naar mijn bed. Nee. Ik heb eens een keer 78 uur achter elkaar wakker geweest. Maar ja, toen was ik nog een stuk jonger ook. En dat was dat ik net een relatie met mijn mannetje kreeg. Ja. 78 uur, hè, wakker gebleven. Tjonge, nog en toe, dat is een ruk hoor. Maar ja, ik heb het toch maar gepresteerd. Ja. En ja, ik heb een probleem. Mijn ringen die begon ik gisteren te verliezen van mijn pinkje. Dat achter twee heb ik nou mijn plakband gedaan. Plakband omheen geplakt. In de hoop dat ik ze niet zou verliezen. Van mijn rechterhand dan valt het me mee, maar dat pinkie. Dus plakband omheen gewikkeld. Hopen dat het zo beter gaat.
Ja, je valt af, hè. Vannacht in mijn pyjama op de weegschaal 70 kilo. Vanochtend op de weegschaal met kleding aan, met mijn laarsjes aan. Want als ik de COPD-test ga doen, dan moet ik ook gewogen worden. Dan sta je ook met je kleren gewoon erop. En die kleding, ja, 71 kilo. Nou ja, dat vind ik netjes, met kleding aan. Ja, ik had verwacht dat het zwaarder zou wezen, maar nee. Maar ik doe dan bewust mijn andere jurk aan, die ik gisteren aan had, die zilveren. Ga ik bewust aantrekken met een dikke legging eronder. Want anders wordt het te koud van de scootmobiel. En mijn enkelaarsjes natuurlijk aan. En mijn vestje waar ik niet buiten kan. En dan natuurlijk, voor als ik wegga, mijn jas aan natuurlijk. Maar als ik daar dan ben en ik moet gaan wegen, dan heb ik gewoon die jurk aan, mijn vest aan, mijn laarsjes aan. En dan moet ik op die weegschaal staan. En dan noteert zij dus het gewicht wat ik weeg. Maar ze heeft de rest ook allemaal bijgehouden. Dus dat kan ze in het systeem zien. Hoeveel ik de vorige keer woog. En dan weet ik hoeveel kilo ik exact dan afgevallen ben. Via haar weegschaal. Ja. Want alle weegschalen zijn verschillend. Hoe dat kan weet ik niet. Want ik heb toch ook een moderne met een batterijtje erin. En dat heeft zij ook. Dus... maakt verder niet uit. Maar oké, lieve vrienden, ik ga zien dat ik mijn koffie kan drinken. En dan ga ik even met Rijka lopen. En dan, als ik terugkom, dan merk jullie het wel weer. En dan gaan we renderen, tenminste een video eventjes in elkaar zetten en naar YouTube brengen. En dan zullen we denk ik zo wat wel eten moeten en dat... probeer ik er nog eentje te doen en ook naar YouTube te brengen. En dan zullen we zien wat de avond tot brengen gaat. Ja, dus voor nu zeg ik nog een fijne namiddag. Het is 5:03 op mijn horloge. En nog steeds 29 januari. En ik heb nog steeds dat pakketje wat afgelopen zaterdag zou komen niet binnengekregen. Ik heb weer contact gehad met die lui, laat me zeggen. Ik krijg het geld dus geroutineerd. Nou, het moest er ook nog maar bij komen dat ze het hielden. Ja, en het zal bij de post zoek zijn geraakt. Neem bij hun aan, want het is wel verzonden. Maar het is niet aangekomen. Nou, dan is bij... de postorderbedrijf is het zoek geraakt, kan niet anders. Maar oké, we gaan gewoon opnieuw zoeken. Ja, komt vanzelf wel goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, genieten en tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn weer thuis, ongeveer net 20 minuten, want ik heb Rijka eerst net een beloning gegeven, want ze doet het heel erg goed. En tevens ook aan het leren om haar een pootje te laten geven, want dat doet ze allemaal nog niet. Ook in huis doet ze, dat zit er nog niet, dat doet ze enkel nog maar aan de kant van de weg. Daar ben ik ook heel erg blij mee, maar alle kleine dingen komen langzaam. Ja. En dan ga ik een bakje koffie maken, ja, want die is nog leeg. En dan doe ik de computer aan. En dan ga ik ook denken wat we zullen gaan eten. Ik denk dat ik heb nog kippenvleugeltjes. Ik denk dat ik gewoon een potje groenten erbij open. En dat is ook zo gezond, groenten. En ik heb ook verse groenten, maar dan moet ik eerst koken. En daar heb ik nou geen zin meer in om deze tijd, want het is 7:52. Ja, dus dat doen we niet. Nee, ik neem een potje groenten. Morgen neem ik ook een potje groente, als ik tenminste niet overhoud, want ik hou 9-10 keer over. En als ik niet overhoud, neem ik morgen tuinbonen met gebakken rookworst, gebakken schiepeltje en gebakken paprika erdoorheen. Want ik heb geloof ik nog een paprika in de koelkast. En ja, dat is een groene.
Dus ja, lekker, lekker, lekker. En ik weet, als ik dat voor de vlog ga doen, dat ik dat, dat Nick dat weer, wel weer na gaat maken. Ja. Hij heeft mijn lijstje ook nagemaakt en dat vond hij heerlijk. Nou, ik ben blij dat een ander mijn kookkunsten na probeert te doen. Dat vind ik wel zo leuk, ja. Maar ja, er staat nou ook afwas, zoals in de gootsteen, dat moet nog omspoelen. Maar daar ga ik gisteravond geen zin meer in en vandaag nou, er niet aan toegekomen. En vanmiddag te rat geradbraakt. En misselijk, vanwege die prik, ik heb dat altijd hoor, dan word ik even beroerd en dan moet ik eventjes gewoon een uurtje, twee uurtjes even naar bed. En dan is het weer over en nou ja, het gaat goed. Ik heb ook geen blauw, zie ik nog steeds niks van. Vorige keer was er verkeerd geprikt en dat had ik ook gezegd. Van die en die wil ik het niet meer laten doen, ook al is het nog zo schat, maar ik wil het gewoon niet meer. En dan, ze hoorden hè, dat. Dus ze kwam er naartoe. Ze zei, heb ik vorige keer verkeerd geprikt? Zou ze het ook nog op een andere schuiven van een stagiaire? Nee. Ik zeg, die stagiaire stond erbij. Ik zeg, die keek hoe jij het deed. Hoe zij dan eigenlijk na moest doen. Ik zeg, maar jij zat bij me. Ik zeg, en jij deed het. Ik zeg, dus ik weet echt wel hoe en wat hoor. Ik ben nog niet zo danig dat ik alles vergeet. Want dat vergeet ik toch echt niet. Nee, want Sandra, mijn begeleider, die zei al, weet je dat allemaal uit je hoofd? Ja, datum wanneer ik heen moest. Nou, ik moet vandaag de bloed prikken. En ik moet 3 februari moet weer die kant op. En dan moet ik COPD-test doen. Nou ja, dat zit gewoon in je hoofd vastgeprint. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie eten. Degene die al zitten te eten of net hebben gegeten, dat is, nou ja, mag het bekomen, hè? En een hele fijne avond voor iedereen. En ik zou zeggen, ik zie jullie straks vanavond wel weer eventjes, ja. Komt goed, ik zou zeggen voor nu, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is al schrik niet. 3:33. 3 keer 3. Nee, het is geen 9. 3:30 in de ochtend en wel op donderdagochtend 30 januari 2020. Ja, dat, het is weer laat, laat zat. En daar is er een aan het klimmen aan de kant van de televisie. Hé, hey, Rijka. Mag niet, hè? Wat denk je? Dat, ja, wij gaan naar bed toe. Ewen, die zit nog achter de bank op de vensterbank dreigen te wassen. Kan wel iets boven. En wij gaan er ook naartoe. Ja, want ik ben nou echt wel weer moe. Maar ik had eventjes wat anders te doen. En even mijn hoofdje leeggemaakt. En even een spelletje op de computer. Pijance. Is ook leuk, hier. Dat we gaan lekker slapen en ik wens jullie dus allemaal een hele goede nacht. Ook voor degenen die net zo gek zijn als ik, van die nachtbrakers. Een hele goede nacht en slaap zacht. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is al schrik niet. 3:33. 3 keer 3. Nee, het is geen 9. 3:30 in de ochtend en wel op donderdagochtend 30 januari 2020. Ja, dat, het is weer laat, laat zat. En daar is er een aan het klimmen aan de kant van de televisie. Hé, hey, Rijka. Mag niet, hè? Wat denk je? Dat, ja, wij gaan naar bed toe. Ewen, die zit nog achter de bank op de vensterbank dreigen te wassen. Kan wel iets boven. En wij gaan er ook naartoe. Ja, want ik ben nou echt wel weer moe. Maar ik had eventjes wat anders te doen. En even mijn hoofdje leeggemaakt. En even een spelletje op de computer. Pijance. Is ook leuk, hier. Dat we gaan lekker slapen. En ik wens jullie dus allemaal een hele goede nacht.
Ook voor degenen die net zo gek zijn als ik, van die nachtbrakers. Een hele goede nacht en slaap zacht. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Rijka! Kom daar. Rijka! Spinnenkoppie. En Ewen die ligt hier. Ewen! Rijka. Lief. Lief zijn. Rijka, lief zijn. Niet bijten. Mag er niet. Rijka. 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 Geef me kusjes. Rijka. 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 Geef Kanda op mijn kusje. Geef kusje. Geef Kanda op mijn kusje. Geen kusjes. Zijn de kusjes niet te krijgen? Hou eens even op. Hé. Hey. Hou eens even op. Nou ja, dat gaat dus zo hier op mijn bed eraan toe, hè? Ja, dus voordat ik eindelijk eens kiek in slapen, gaat er nog wel eens een keer 9 van de 10 keer een uur eroverheen. Ja. Hé, Rijka? Ja, nou? Ja. Je bent ook lief. Zij is lief, hè, Ewen? Ga jij met je neus ervoor? Ja joh. Malle meid. Nou wel kusjes. Nou wel kusjes, hè? Malle meid. Maar oké, lieve vrienden. Dit was dan het laatste filmpje. Ik had beneden al gezegd van wel trusten en mooie dromen. Maar bij deze nog een keer. Doopliedokies.